Hi allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar deze video. Vandaag heb ik weer een mukbang en de favorite, de McDonald's mukbang. Ik vind het gewoon eng, ik ben gewoon zenuwachtig. Ja, zij is gewoon zenuwachtig. Wat we dus gaan doen, ik heb dit wel eens vaker gedaan, wel twee keer volgens mij. Ik vind het gewoon ongemakkelijk. Ja, het is... Ik kom een hele mokerbus. We gaan eerst vertellen wat we gaan dus, ja, degene voor ons bepaalt de bestelling. Dus we hebben geen idee wat we gaan eten. Maar als we heel weinig hebben, dan gaan we gewoon nog een keer. Of we gaan gewoon nog lekker halen wat we willen, want ik wil echt die spicy McChicken. Maar ik ben ook heel benieuwd wat we krijgen door degene voor ons. Ja, ik ook. Ik vind het echt... Ik had een keer 3 friet. Echt? En drinken, ja. Maar echt zo van die gare bestellingen waarvan je denkt van, waarom zou je dit bestellen? Oh, maar dat is juist we leuk. We zeggen drinken, maar we kunnen helemaal geen zelf drinken bepalen. Oh nee. Kak, ik heb echt geen zin in... Cola of zo. Cola, ja. Ik vind het zo vies hier. Wel fantatje. Ja. Eigenlijk willen we gewoon zelf bepalen, maar ja. Dat is niet leuk. Nee, dat is de challenge. Nou, nu helemaal wachten leuk. We dus even op een iemand. Ja, we gaan even wachten. Gewoon, er moet gewoon even iemand komen waar we achteraan kunnen rijden. Hoe ongemakkelijk kan dat leven? Ken jij mensen die bij deze McDonald's werken? Nee, het is ook niet. Dat is beter. Dat is goed, ja. Zeg maar, ik zou niet snel op donderdagmiddag hierheen gaan. Maar ook niet een echte grote bestelling. Nee. Maar echt achter die bus moet gaan, want hij was aan het werk en hij ging lunchen sowieso om Mackie. Mensen komen mensen. Maar nu is echt zo'n stalker. We gaan achter weer aan. Het zijn wel 2 personen. Ja, dit is stop! Maar ja, die, ik weet niet wat die aanhangwagen gaat doen. Wacht even dan, wacht even aan. Fuck! Ja, maar dat kost stress. Goed. Nee, maar hun hebben... Hé joh, dat is tijd zat. Sorry mensen, dat ik niet op je wacht. Sir, waarom heb je zo verhaast? Ja, ik ben bang dat... Kijk, zie je. Nu ja, dat maakt toch niet uit? We hebben toch echt nog wel die bestellingen staan. Waar is dat? Oh, nee. Hey, mag ik misschien precies dezelfde bestelling als degene voor mij? De frappé caramel? Ja. Dat was hem. Ja, dat was hem. Oké, 357 mag er weer staan. Ja. Shit, wat hebben ze fucking frappé caramel! Maar waarom zei je dan ja? Ja, dat is de challenge! Kut! Dan moeten we nog een keer. Kut, ja, dan ga ik niet nog een keer hier. Nee, wel. Nee, wel. Ja. We gaan gewoon nog een keer dan. Is het zo maar te wel lekker, frappé caramel. Ja, heel lekker. Ik had zelf zin. Ik wilde nog koffie voor je meenemen. Maar niet gedaan. Jij moet nog maar uitleggen hoe die fucking mouwschermer werkt. We hadden echt achter die bouwvakken aan moeten gaan. Ja. Anderen vinden het niet leuk dat je geen muziek kan doen. Ja, dit vind ik echt kut. Ik wil gewoon vreten in mijn bek. Ja, ik moet ook eten. En nu zijn we helemaal... Kijk hoeveel auto's er staan. Wij zijn stom dat we een challenge doen. Nou, we zijn niet stom, dat is best wel leuk. Ja, maar hoezo ga je met z'n tweeën één frappé karamel kopen? Ja, dan gaat het dus al helemaal fout. Dan snap je. Ja, ben ik weer. Maar mag ik nog een keer een frappé karamel? Nou, dit is natuurlijk echt niet waar wij voor gingen. Nee, voor gaan. Maar het is een lekker voorgerechtje. Heerlijk. We beginnen met het toetje. Nou, we gaan even wachten tot er weer iemand komt. Dit is zo awkward, mensen. Dit is zo kut. Echt, die mensen. Alsjeblieft die auto uit. Ik vind het verschrikkelijk. Oh, die mensen zaten ons al echt aan te kijken van... Sporen we wel? Moet je nagaan als we nog een keer komen? Ze zijn ook fijne middag. En ik zat toch zo, ja, tot zo. Oh. Er komen mensen. Nah. Ja, er komen opeens allemaal mensen. Dit is zo kut, jongen. Mel, nu ben ik zenuwachtig. Net als ik niet zenuwachtig, maar nu ben ik zenuwachtig. Nee, fuck it. Fuck. Ja, dit was veel te kort. Dit was veel te kort. Nee, ik ga dit niet doen. Wat? Neem spicy chicken. Neem spicy chicken. Goeiedag, wat mijn beeld mag gesteld. Hoi, ja, ben ik weer. Maar mag ik misschien nog een keer dezelfde bestelling als de mensen voor mij? Ja hoor. Mag ik het nog geheim houden? Ja, doe maar. Helemaal goed. Mag ik er ook doen, yes, dank je. Stond er nou weer 3,95? Echt. Volgens mij wel. Ja, Kaulo. Ja, dan ga ik gewoon... Maar ze snapt het nu wel, dus ik vind het ook niet gênant om het nu nog 3 keer te doen. Nee. Nou, eigenlijk wel, maar fuck it. Wie is nog 3 keer? Ja. Dus we hebben genoeg, we gaan nog een keer. Ja. Ik zou maar stond er echt 3 euro. Er stond er 3,95. Ja. Hi. Jullie komen er wel elke keer goedkoop vanaf. Ja, dat is helemaal niet de bedoeling. Ja, hij is 3,95. Oh, nou misschien kom ik nog een keer. Ja, top. Dankjewel. Nu wil ik het wel weten. This is a surprise. Ja, dat wij denk ik ook weer zijn ze weer. Godverdomme. Hi. Ja, dankjewel. Ik wil het weten. Ik wil dit weten. Ja, maak maar open. Nou ja, maar ik moet die kamer. Gelukkig is geen drinken. Nee, daar ben ik ook blij mee. Wat is het? Wat is het? Wat is het? En met chicken! Ah! Eet je maar. Ja. Ja. Nou, dan gaan we nog een keer. Ja, tuurlijk. Maar het is wel McChicken. Oh, en een niet te spicy. Nee. Oh, je had ik zin. Ja, dit zei Anna, dit wil ik.
Nou, we gaan gewoon nog een keer. Nou, deze bewaren we alvast. Nou, dan gaan we weer. We hebben nu een McChicken en een frappé. Wel lekker voor in de wachtrij. En nu gaan we voor de derde keer. Ja, dit is... Oh, het is ook heel snel, hè, Saar. Ja, ik ben er weer. Ik wil weer hetzelfde als degene voor mij. Oh, weer één ding. Oh, en diegene daarvoor? Ja, zal ik het bij elkaar dan doen? Ja, doe dan maar. Oké, helemaal goed. Dan mag je door het staan. Ja, top. De twee bestellingen voor mij. Oké. Dat kan ook een challenge zijn. Mag ik de afgelopen 5 bestellingen? Ja. Dat zouden we echt hadden we makkelijk kunnen doen nu. Iedereen komt hier voor 1 Kaulo shake en 1 burger, jongen. Nou jongens, het begint eindelijk ergens op te lijken. We hebben nu een bestelling van 15 euro. Ik heb wel zin in frietjes. Oh, ik wou net zeggen, ik ben wel friet. Godverdomme dat wij weer zijn daar. Maar die andere snapt het niet, maar deze snapt het echt niet. We hebben 4 bestellingen dus. Jongens, we komen bij die terug het eten hebben. Nu goed. Oké, daar gaan we. We hebben eindelijk een zak we met dus nu eten. Frappé caramel. En McChicken. Dat zijn van de eerste 2 bestellingen. Dan hebben we daar... Een cola en een milkshake. Mega grote cola en een milkshake banaan. Oké. Okay. Nu, moment van de waarheid. Oh. Huh? Okay. Oh. 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 Grappig. Dit is grappig. Dit is leuk. Is in ieder geval genoeg frietsaus. Ja. Daar ga ik goed op. Daar ga ik ook heel goed op. Een frietje. Een grote, Rijn. Een grote friet. Ja, met frietsaus. En 2. Nog frietsaus. En 2 barbecue sauzen. Oké. Okay. Oké. Okay. Genoeg saus, altijd top. 9 kipnuggets. Oh. En een hamburgertje. Plain. Dat is zonder iets. Ja, dus daarom hebben ze al die sausenk. Maar als je ons... Nee, oh ja. Oh, maar dan is het oké. Weet je wat iemand zei? Ik bestel een filet of fish zonder saus met frietsaus. Ja, dat geloof ik wel. Dat lijkt me wel lekker, ja. Oké. Okay. Ja, we hebben tenminste... Zuip, wil ik zeggen. Nog bij los fitjes. Die allemaal, ja. Oké. Okay. Maar ja. Nou, we hebben dus 4 verschillende bestellingen in wat wij nog meer in 1 bestelling zouden nemen. Ja, dit is zeg maar... Nou, ik zou veel meer doen in 1 bestelling, maar niet eens. Maar ik ben heel blij met de frietsaus. Ik ook. Zo inderdaad ook bij je kipnuggets. Ja. Barbecue vind ik helemaal niet lekker, maar ik ga het wel proberen. Oh, ik vind het wel prima hoor. Oké. Okay. Yes, you ready? Ik ben helemaal de klus kwijt. Van nou, waar gaan we beginnen? Wat hebben we? Wacht, ik doe even alle friet hierin, of niet? En dan wordt het koud. Wow. Ik begin even zo. Ik begin even met een barbecue sausje proberen. Ah. Oh, best wel lekker, ja. Ja. Veel smaak. Ja. Nou. Dit had ik nodig. Wat had je nu zelf besteld? Als je zelf ging kiezen. Spicy McChicken. En friet. Ja. En kipnuggets dus misschien nog. Oké, okay, ik wil we hebben wel lekker hoor. Ja, we hebben echt goede bestelling. Ja. Oh. Wat? Ik heb zin in die hamburger met alleen frietsaus. Ja, dat is fucking lekker. Maar wij zeggen altijd tegen elkaar, ik snap niet dat mensen zonder saus bestellen. En het enige wat wij krijgen is een hamburger zonder saus. Ja. Ik ben blij dat deze persoon wel veel losse sausjes heeft besteld. Ja. Ik vind barbecue best lekker. Ja, dat kan ik vaker doen. Het zoete suiker vind ik ook mega zo muf. Ja, we hebben heel weinig smaak. Nou ben ik benieuwd, wat zouden jullie bestellen als jullie naar de McDrive gaan? En zou je dit ook wel eens proberen als je... Ja, gewoon zonder video. Ja. Is het ook fucking leuk. Ja, het is echt grappig, want de sfeer eromheen is echt grappig. Ja. Die mensen daar gingen helemaal stuk. Ze dachten echt, wat is dit allemaal? Ja, I love it. I like. Maar hoe vaak heb je het al gedaan? Derde keer nu. En nog vind je het toch makkelijk? Nou, echt een jaar geleden of zo. Oh. Maar ik wil een vraag aan jou. Oh. Hoe gaat het met je? Ah. Oh, wat leuk. Schattig. Live update. Hij zat wel een beetje hoog eigenlijk. Oh. Wil je gewoon zo doen? Beter. We deal with it. Hoe is het met mij? Hoe is het met Anne? Hoe is het met Anne? Nou... Anne is doing great. Ik heb een beetje chaos in mijn hoofd. Omdat ik nu op het randje zit van stage afronden en afstuderen letterlijk deze week. Want ik moet stage dossier allemaal gezeik nog doen. Mm-hmm. Maar ook al beginnen met afstuderen. Ja. Dus een beetje chaos en druk in mijn hoofd. En ook een beetje dat ik denk van, vraag niet te veel van mezelf. Want
het wordt echt een drukke periode en ik heb al mijn dagen volgepland qua werken. Ja, je hebt gewoon geen dag vrij. Nee, ik heb eigenlijk geen dag dat ik gewoon normaal aan mijn stage kan werken. Maar ja. Kom maar goed. Verder... Wel leuk. Ja. Allemaal. Heel veel zin in. Gewoon alleen maar leuke dingen. Ja. En voor de rest, gewoon, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Nee. Ja. Oh. Ik heb gewoon echt... We made it! Nee, maar ik heb echt zulke leuke tijden met vrienden, vriendinnen. Ik weet... Ik ben nu op het punt in mijn leven dat ik weet... Wat je wil. En wat ik wil en wat ik heb aan mensen. Ja. En, dat... en wat je in mensen zoekt. Ja. En wat ik belangrijk vind en... Ja, gewoon dat. Ik oh, ben... dat is zo... Je hebt gewoon... Zo chill. Je bent gewoon meer content met jezelf ook gewoon. Ja. Ja, dat, daar begint het gewoon bij. Echt klopt. Gewoon. Ik ben echt... En ik ben heel erg gaan leren om... Tijd met mezelf te vullen. Ja. En dat is zo belangrijk om gewoon... Dat is best moeilijk. Klopt. Maar het begin op het begin dacht ik, oh, dit flik ik wel, dit kan ik en boeien. Maar toen op een gegeven moment val je dan toch in een dal. Dan denk je, saai en wat wil ik nou met mijn leven? En nu heb ik echt dat ik denk van, alles lukt, alles komt op zijn plek. Ik ben helemaal blij met mezelf, helemaal goed. Helemaal gemotiveerd voor het leven. Woe! Dat willen we horen. Ja. Dat is en echt leuk. Hoe is het met onze Sarah? Wacht, ik wil eerst even deze hamburger inspecteren. En hoe gaan we dit doen? Oh ja. Laat eens even zien. Dit is toch een grap? Doe er een beetje barbecue saus op. Ja, ik ga de barbecue saus en frietsaus op doen. En dit begint echt keihard te regenen. Dat klinkt wel gezellig. Ja, wel cozy vibes. Cozy vibes. Zeg maar mij hoef je echt niks te geven zonder saus. Nee. Dan denk ik al van ja. Ik ben aan het knoeien, jongens, jullie het niet weten. Wel echt leuk dat we McChicken hebben. Ja. Maar ik had je ook een spicy McChicken gegeven. Ja. Ik mezelf ook. Ah. En hun sausje erop. Zijn die frieten op? Nee. Oh. Die liggen daar. Wat een lekker groot friet. Kijk, dit is top. Ik vind het zitten dan. Kijk, dit is toch top? Oh, dit ziet er goed uit. Ik ga even een slokje cola. Nou, dat had ik nooit besteld. Nee. Het is wel lekker. Milkshake banaan vind ik ook wel lekker. Ja, dat is lekker, ja. Vind ik de lekkerste milkshake die er is. Ja, dus jij bent niet van aardbeien. Nee. Nou, het is niet... Dat slaat helemaal nergens op deze reactie, maar... Kijk. Ah oh, ja, moker. Maar hoe gaat het met mij? Nou, mij gaat hartstikke goed. Ach, ik vind het niet heel schattig. Ik weet... Ja. Maar... Ik kom wel even uit een hele stresserige periode. Dus ik zit ook een beetje nu in... We zitten allemaal een beetje in een overgangsfase van stage. Wat echt trouwens hartstikke leuk was. Maar gewoon geen dag voor jezelf hebben. Daarnaast nog fulltime baan hebben als YouTuber en influencer, weet ik het allemaal. Je vriend die je wil zien. Je vriendinnen die je wil zien. Dus ik kan nog tentamen tussendoor waar ik echt zoveel stress van heb gehad. Nou, ik kon wel doorneervallen van de paniek volgens mij. Het is zo grappig, want wij, heb ik het over, ik en Nina, kennen Saar zo goed. En we weten zeg maar wanneer we er even moeten laden en wanneer niet. En we merkten gewoon de afgelopen twee, drie weken hadden we gewoon niet zoveel aan Saar. Ja. En dat meer van, wij konden niks aan jou toevoegen. We wisten niet wat we moesten zeggen. En andersom had je dat ook niet bewust. Ja. Eigenlijk precies wat jij had toen onze oma overleed. Ja. Precies die fase zaten wij. Ja, want ik dacht echt, moet ik nou appen? Ja. Moet ik nou hè? Nou, weet je wanneer ik wel echt moest huilen? Nou. Dat waren jij en Nina allebei. Voor mijn tentamen. Appte jij mij? Hoe gaat het? Of zo? Nee, van, ik zei iets van... Saar gaat wel goed met je, want ik voel dat je... Ja, niet doe je rustig aan en zo. En ik volgens mij zei ik ook... Hoe weet zij dit nou weer? Ik was met meisje op leren op school in de avond nog, mijn half uur of zo. Dat wist ik niet eens. Ik zeg, hoe weet zij dit nou weer? Hoe weet ze nou waarom ik het zo kut voel? Maar dat is zo bizar. Ik heb dat ook met Nien. Ik voel dan gewoon... Ja. Van, okay, volgens mij gaat het niet zo lekker met Saar. Ik moet even... Volgens mij zei ik ook van, je hoeft niet te reageren als je druk bent. Maar ik wil gewoon even gezegd hebben. Ja. Dat is wel ook van. Ja, Nina had me geappt van, succes morgen schat, je kan het. En het komt echt wel goed. Toen kan helemaal niet echt over dat tentamen spozen. Zo lief! Dat niet maar. Maar ik heb altijd heel erg dat ik in ups en downs ga. Dan gaat het fucking goed. En ik weet helemaal hoe het gaat. En helemaal blij met mijn leven. En dan komt opeens weer stress en paniek. En dan denk ik, oh my god, ik moet dit en dat doen. Maar, deze week had ik dus na 2 dagen gewerkt.
Zoveel rust in mijn leven valt. Ja, maar echt. Voordat ik op een dinsdagavond app. Ja. Wat doen jullie vanavond? Nou, dat is denk ik al een half jaar niet gebeurd. Ik zei ook tegen Nien, eerst ook zei tegen Nien van. Oké, we hebben Sarah weer terug. We hebben Sarah weer terug. En ze waren op dinsdagavond, op dinsdagmiddag. Yo, wat doen jullie vanavond? Ja, kom even bubbelen, kom even in je koezie. Ja. Nou, best, oké. Okay. En het was echt zo van, ik voelde me ook. Het voelde soort niet kloppend dat ik dat zei. Toch echt, huh? Zeg ik dit nou? Ik had het ook. Maar ik vond het heel chill. Ik ook. Want dat spontane, dat kon even niet meer. Want je had zo druk, alles moest ze plannen. Ja. Als ze ook tegen jou zeiden, zullen we volgende week even een avondje wandelen. Nee, ik zit die avond vol, die avond vol. Oh, dat was mee. Toen we afspreken, ik kan het over je weten. Ja. Maar oké. Okay. Dus haar. Ja. Maar nu, ik merk meteen, nu je dat tentamen hebt gehad. Mm-hmm. Stage voorbij, nu werken. Ja. Ben je meteen weer... Helemaal mezelf. Helemaal jezelf. Zo chill. Ja, ik merk ook meteen dat ik me zo... was echt vanaf de week, vanaf zaterdag. Ja. Ja, toen was alles klaar. Toen mocht ik weer drinken. Heel triest. Het was ook weer zo'n leuke avond. Ik zo gelachen. Toen dacht ik echt, ja, dit wil ik. Dit is gewoon weer mezelf. Ik had gewoon te druk. Ja, het was heel leuk. Zeg maar, ik had het druk met leuke dingen. Dus het was niet vervelend, maar toch... Ja, het is wel gewoon kut. Je vroeg gewoon echt heel veel van jezelf. Ik had ook kunnen zeggen. En het was heel leuk. Je hebt alleen maar leuke dingen gegaan. Mm-hmm. Alleen, het is gewoon heel veel. En dan is het niet meer leuk, want je had nul tijd voor jezelf. Ja. En nul tijd om leuke dingen te doen. Want op een vrijdagavond was het... Ik ben kapot, ik kan niet mee. Nee, ik kon gewoon niet. Nee. Maar ik dacht ook van... Ja, maar ik had ook kunnen doen, dat zei mijn moeder. Ja, ik had toch ook één video in de week plaatsen. Ik kan toch ook gewoon even wat minder samenwerkingen doen. Maar dat kan ik dan niet. Nee, maar jij bent veel te perfectionistisch. Ja. Dan denk ik, ja, dan ga ik een half jaar niet groeien. Een weekvlogs ga ik niet groeien. Ik vind het best veel. Ik zit echt vol. Ja. Holy shit. Maar wel echt heel lekker. Lekker gevarieerd allemaal. Ja. Heel blij mee. Ja, ik ook. Maar dat zelf zei ze op een gegeven moment ook van... Ja, we hebben weer een kleine bestelling. Zullen we dan ook de bestelling van diegene daarvoor doen? Dacht ik, jij snapt het leven. Zij snapt het. Mm. Ja. Ik hou van dippen en sausjes en... Maar hoe zie jij nu de aankomende periode voor je dan? Oh my god. Want? Ja, ik ga dus later afstuderen. Ja. Maar mijn eindstand heel blij. Echt heel blij. Dat heb je echt nodig. Dat ik nu gewoon rustig een huis kan zoeken in Amsterdam. Rustig mijn stage kan afronden. Kan kijken hoe ga ik mijn week invullen met werk, met YouTube, alles. En dan gewoon lekker in maart, april begin met afstuderen. Dan al? Ja, maart, april. En dan vind ik maart. Dat is volgende maand, hè? Nou, eind maart, begin april volgens mij. Oh, wat lijkt. Je moet natuurlijk die voortrajecten zo je moet dan voor... Voorspel. Ja, startdocument. Voorspel. Een startdocument moet je maken. Hoe heet dat nou? Waardoor jij nu vandaag... Ja, afkleurvoorstel. Voorstel. Maar in blok 4 beginnen ze opeens met een startdocument. Oh, opeens anders. Ja. Onder. Heel raar. Maar ik had ook gewoon... Ik was zo druk in mijn hoofd dat ik gewoon niet dat afstudeervoorstel goed kon doen. Nee. Ik was er helemaal niet mee bezig. Nee. Lukt maar je had het echt niet nodig. Maar voor de rest, wat vind je de aankomende periode belangrijk dan? Hoe denk je dat je niet weer in zo'n put... put. In dezelfde ritueel gaat vallen dat je te veel wil je zorg vragen? Ja. Goeie vraag. Ja. Maar dat zei ik ook tegen Nien. Ik zeg, ik ben blij dat zij weer terug is, maar... Ze moet wel uitkijken dat ze niet weer in zo'n periode valt. Klopt. Want nu denk je, oh rustig, maar dan als jij het rustig hebt, dan ga je 10.000 miljoen dingen plannen. Ja, dan denk ik, ga ik nog een video maken en nog een video maken. Tot je het weer zo druk hebt als dat je het had. Mm-hmm. Ja, en dat had ik, ik had dus zo'n tarot reading. Met zo'n mevrouw die kaarten ging leggen en die zei dus... Heel interessant. Die zei precies dit, maar wat ga je er dan nu aan doen? Want ik zeg dit allemaal wel, hè? Je kan een burn-out krijgen, je kan dit en dat en dat. Maar wat ga je er nou aan doen dat het niet gebeurt? Ja, wat kan je eraan doen? Ja... Misschien meer plannen, maar ik plan al heel veel. Maar ook meer naar jezelf luisteren, vaker nee zeggen. De leuke dingen doen, dat belangrijker vinden dan altijd maar werken. Mm-hmm. En, denk ik ook, omdat jij bent zelf jouw baan. Mm-hmm. Moet je ook je eigen vrije dagen inplannen, dat doe je niet. Nee, ik heb geen vrije dagen. Nee. Ja, weekend. Ook ja, dan niet. Werk ik alsnog. Ja, en zaterdag ook, dan zeg je...
we kunnen ook even dit en dit doen. Ja. En het is altijd leuk, want het zijn allemaal leuke dingen. Ja, maar je werkt maar dat wel. Is het kutte. Ja. Het ligt zo het randje van een vrije dag en werk ligt heel dicht bij elkaar. Want in principe vlog ik ook elke dag. En dan zit ik elke dag met mijn hoofd van, oh, kijk, ik moet wel vloggen. Ja. Maar ja. Klopt. Ja, daar moet ik wel meer over nadenken. Ja. 2 dagen werken in Amsterdam en dan... Ja, we gaan gewoon over naar ja. Zo. We hebben gewoon bijna alles op. We hebben alles op. Maar je vies er niet op. Oh. Denk ik. Kijk eens. Kijk dit. Die sowieso. Helemaal aangevallen. Nou, ik vond dit echt een topbestelling. Ja, maar leuk. Ik heb het zo heerlijk gegeten. Ik zou het zelf nooit bestellen. Nou, de kipnuggets vind ik top. Als er maar kipnuggets bij zitten, ben ik blij. Friet. Chicken, chicken. Ik vond dit zo grappig. Maar deze combi zou ik nooit bestellen, nee. Nee, zo. Nee. Ik kan niet meer. Jij moet dit opeten. Nee, ik kan ook niet meer. Ik kan vanavond denk ik niks meer eten, denk ik. Gelukkig is mijn moeder werken en gaat mijn vader toch niks koken. Ja. Nou, ik had het weer een muur gezegd. Nou, ik eet wel salade of zo. Is het dicht? 1 dipje nog. Halleluja. Nou. Wil jij echt een slokje cola? Nee, ik hou echt niet van cola. Normaal niet van de Mac. Hoezo niet? Ja, nee, dat vind ik juist lekkerder. Ja? Ja. 1 sipje dan. Lekker waterig. Nee, ik vind het echt afschuwelijk. Oh, lekker waterig. Gewoon... Deze is heel lekker, die frappé. Ja, die frappé is echt lekker. Die heb ik nog nooit zo lekker gevonden. Die milkshake. Ik krijg nu ook een beetje te veel dingen door elkaar. Ja, ik had net milkshake en toen een kipnugget met barbecue saus. Oké, nu gaat het even mee fout. Maar goed, ja, dit was de challenge. Ik vond het echt heel leuk. Ik ook, ik heb nog nooit zo'n grappig mee. Ik wil dit ook een keer doen bij de Burger King. Ja, en bij de KFC. Ja. Want daar heb je echt fucking random shit gehad. Ik weet dus nooit wat je bij de KFC kan bestellen. Dus als... De mensen voor ons dat nou voor ons kiezen. Ja, hoop dat jullie in ieder geval dit leuk vonden. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als we dit vaker moeten doen. Vergeet je girl niet te supporten door te abonneren. Maar dat hebben we natuurlijk allemaal lang gedaan. Zie dat raar te doen, jongen. En volg ons op Instagram. Het is Sarah Voort. Anne laagstreepje Sassa. En Nina's punt. Ja. Daar heb je altijd heel harder mee. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!